Hallo allemaal, salam alaikum. Welkom terug bij mijn nieuwe video. Ik ga vandaag super simpele rijst maken met mosselen. Dit is een recept van mijn vader. Mijn vader heeft het een beetje anders gemaakt. Ik heb alleen maar rijst en mosselen gebruikt eigenlijk. Ik heb eerst één ui fijn gesneden. Je doet dan een scheutje zonnebloemolie in een wokpan. En dan ga je de ui een paar minuten fruiten. Ik heb er dan één blokje groentebouillon erbij gedaan. En als de groentebouillon gesmolten is, dan kan je de rijst erbij doen. Ik heb basmati rijst gebruikt. 1 soepkom basmati rijst. Dat heb ik eerst gewassen met koud water en dan bij de ui gedaan. En dan heb ik een half soepkom waar rijst in zat water erbij gedaan. Ik heb maar een half soepkom gebruikt en zometeen doe ik er mosselen bij als de rijst begint te koken. En mosselen laat ook heel veel vocht los. En mosselen is ook best wel zoutig, dus ik doe er ook geen zout of iets anders erbij. En dan heb ik de mosselen heel goed gewassen en dan doe je de mosselen ook bij de rijst en doe je deksel op de pan. Dan laat je het op middelmatig vuur koken totdat de rijst klaar is, dus ongeveer 10 minuten en dan is het klaar. Zo ziet het eruit na ongeveer 10 minuten. Ik heb dan alles in een grote Marokkaanse bord gedaan. Als je van mosselen houdt, dan zou je dit ook vast wel heel lekker vinden. Het is gewoon super simpel met alleen maar rijst en mosselen. Je kan bij de rijst ook nog andere groentes erbij doen. Dat is ook heel lekker. Zoals ik al zei, mijn vader had dit gemaakt en toen zei mijn kleinste zoontje dat hij dit heel graag wou eten. Dus dan heb ik het een beetje nagemaakt. Natuurlijk niet helemaal hetzelfde, maar het was wel heel lekker. Ik hoop dat jullie dit filmpje leuk vonden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Er komen nog meer video's aan, inshallah. En tot de volgende keer. Doei!